allemaal beste kijkers van Facebook, hier weer met een nieuwe video met vandaag weer een nieuwe aflevering van Random Class Generator. Sinds de tweede aflevering koppel ik er elke aflevering een challenge aan op aanraden van Fish en ik vind het inderdaad zelf ook wel leuker en ik denk ook dat het voor jullie leuker is om naar te kijken. Deze keer heb ik niet zo'n hele slechte class gekregen, kijk maar eens, dit is hem namelijk, met een ACR met ACOG-scope. Nou, die ACOG-scope is natuurlijk niet helemaal lekker op een ACR, maar de ACR zelf en de perks en de strike package waarmee ik moet spelen, die zijn allemaal best wel goed. Dus ik dacht, ik koppel er deze keer een lekkere moeilijke challenge aan vast. En dat is namelijk, haal een Moab. En dat ga ik dus proberen te doen. We spelen TDM op Resistance. En wat zit er ver in gezoomd? Dat ben ik helemaal niet gewend. Wat doet hij? Hij gaat naast mijn portable radar liggen. Wat is dat? Nou, ik vind het helemaal prima, want hij heeft me niet gekilled. Maar het is een beetje apart. Ik vind het prima, tot nu toe. Tot nu toe gaat het best lekker. Oh. Ik hoef nog maar 1 of 2 kills of zo en dan heb ik alweer specialist. Maar ik heb geen kogels meer bijna. Als ik specialist heb, dan krijg ik natuurlijk kogels omdat ik scavenger heb. Of ja, krijg ik kogels. Dan kan ik scavenger packs oppakken waarmee ik kogels krijg. Daar was er nog één. Gaat natuurlijk lekker in het hoekje zitten. Lig je lekker? Heb ik, ja, ik heb kogels. Nice. Oh, dat gaat echt lekker. Oeh, bijna dood. Wegwezen, wegwezen, wegwezen. Oké, even terugtrekken. Dit is ook wel een goede headlit spot, voor als jullie deze nog niet kenden. Ik moet hier ook nog staan. Altijd in het midden van Resistance gaan zitten, want dat is echt chill. Dat wil je niet hebben dat je vijand dat heeft. Oké, nice, weer een kill. Oh, ik was er eigenlijk alleen maar op uit om die gast te taggen, maar hij ging ook nog eens dood. Dus dat is mooi meegenomen. Oké, er staat er één of zo. Nou, die is gecivoord. Komt er nog één aan. Heb ik ook. Lekker. Oh, het gaat tot nu toe helemaal niet zo slecht. En die had ik helemaal niet opgemerkt. Dus daar heb ik echt geluk. Maar ja, het nadeel is gewoon dat je zo ver ingezoomd bent. Oh. Dankjewel, teammate. Die kill is weer voor mij. Spant er een achter ons. Volgens mij hebben de teammates het ook al door. Ja, lekker. Ik moet ook weer even scavenger packs oppakken. Want ik heb weer bijna geen kogels. Hier zijn wel wat mensen doodgegaan. Ja, daar is een pakketje met kogels. Oké, ze spawnen nu allemaal hier weer. Ik wil er niet te erg op af. Ja, want met zo'n ingezoomde scope is dat niet helemaal handig om van dichtbij te komen. Maar daar bovenop. Met je hoofd. Ja, teammate heeft hem. Gun mij het scavenger pakketje. Ja, dankjewel. Oh, die had assassin. Die zag ik niet. Zit hier nog meer? Twee zelfs. Oh, gekild! Dat meen je niet! Dat is echt jammer! One-shot kill natuurlijk weer met een sniper rifle. Ja, en gelijk daarna gaat hij zelf dood. Oh, dat is echt jammer. Dit was echt een goede kans om een vet snelle Moab te halen. Met een hele slechte class in team. Of ja, hele slechte class, wat zeg ik? Met een beetje slechte class, want zo heel slecht is het niet. Het is eigenlijk best goede class, alleen wat jammer dat er een ECOG-scope op zit. Ik had ook nog maar 2 kills gemoeten. Dus had ik die gast gekilled en daarna nog iemand, dan had ik de Moab al. Oh, dat is echt even balen. Maar ja, zoveel. Zo erg vind ik het dan ook weer niet, natuurlijk. Hé, mooi triple feed. We gaan het volgende padje gewoon weer proberen. Want deze mensen zijn wel lekker slecht. Assassin. Ben ik mooi van die counter-dingers af. We zitten daar met z'n allen, maar ik kan ze niet zien. Niet goed. Dat is 1. Op het randje zit er nog 1. Ga dood, ja, dankjewel. Oké, ik pak deze UMP even op. We gaan dit potje toch al niet meer halen. Oh, achter me, hoe kan dat? Assassin, enige reden dat hij me kilt. Want doordat hij assassin heeft, staat hij niet op een radar. Daardoor denk ik dat het veilig is in mijn rug. En draai ik me dus om en dan zit er opeens 1 in mijn rug. Ah, chips. Hij had die auto om cover achter te nemen. En hij had assassin natuurlijk weer. Assassin zorgt er ook voor dat je geen rode naam boven je hoofd krijgt als iemand met marksman op je inzoomt. Dus dat is ook weer zo vervelend, want ik let daar altijd heel erg op of ik een rode naam zie. En daaraan zie ik een beetje of er een vijand zit. We hebben in ieder geval payback op hem gehaald. Het lijkt. Oh, daar zit er een. Hey, double kill met de auto. Dat is best wel lekker. Het was niet eens de bedoeling, maar het gebeurde per ongeluk. Altijd leuk om gratis skills erbij te krijgen. Oei, weer die Assassin Boy. Maar ik
Ja. Dit keer lag het niet echt aan Assassin dat ik hem niet killde, maar er waren gewoon best wel veel vijanden. Ik had er al 2 of zo gekild. Dus ik had ook niet heel erg veel kogels meer. Oh, Predator, ik wil naar binnen, ik wil naar binnen. Oh, gelukkig. Hij gaat niet voor mij dit keer. Nog 3 kills, dan is het padje afgelopen. Komt hij hierheen? Kom, enemy. Nee, hij blijft lekker zitten. Ze deden daar de care package. En de game winner kill is voor mij 38 om 4. Dus dat is een best wel goede score voor Team Deathmatch, vind ik persoonlijk zelf. Mooie game winning kill cam van mij. Zullen ook wel denken in de lobby, waarom speelt die gast met een ECOG scope op zijn ACR? Ik heb trouwens ook al een gold cam hoor, op een ACR. Niet dat je denkt, huh, heeft hij hem nog maar zo laag level. Maar dat heb ik gedaan omdat de random class generator mij een... Shoko camo heet hij volgens mij gaf. Dus dan dacht ik, nou dan zet ik die er ook maar gewoon op. Ik ga stemmen op Lockdown. Als het bootleg wordt vind ik het ook totaal niet erg. Maar ik heb even zin in Lockdown. Ik vind beide maps super leuk. Dus voor mij maakt het niet uit welke map het wordt. Ik zie jullie zo als het padje weer begint. Daar ben ik weer. Helaas werd ik uit de lobby gesmeten en moest ik een nieuwe lobby gaan zoeken. Nou, het is wel Team Deathmatch op Village, maar ik baalde wel van. Want die vorige lobby, die vijanden die daarin zaten, waren echt zo slecht. Dus dat, daar had ik graag nog een potje bij gezeten. We gaan nu TDM op Village spelen. En ik hoop dat deze vijanden ook niet zo goed zijn. En dat mijn teammates ook niet te veel kills zal pakken natuurlijk. Want als dat wel het geval is, dan kun je bijna geen MOAB halen. Omdat het kill limiet dan heel snel bereikt wordt. Voordat jij al een 24 gun streak kunt halen. En dat moet je natuurlijk halen om een MOAB te krijgen. Oké, de enemies beginnen met een voorsprongetje. Nou ja, dat kan mij eigenlijk niet zo heel veel schelen. Gewoon, ik wil eerst even rustig aan een streakje opbouwen. Waar zitten ze dan? Oké, wij hebben de leiding, maar... Nee, waar? Oh, ik kijk daar de hele tijd, hè? En dan ga je lopen en dan komt die vijand. Dat is altijd het geval. Dat is zo vervelend, maar ja, niks aan te doen. Even kijken of ik hier iemand zie. Oh, naast me gewoon. Die teammates doen ook niks. Die laten gewoon die vijand erdoor. Even kijken waar die heen is gegaan. Oké, ik weet het al. Hij staat natuurlijk gewoon op een minimap. Oké, daar zit er een. Die loopt met een shotgun volgens mij. Oh, nice. Die teammate heeft die andere. Anders was ik waarschijnlijk dood geweest. Dus bedankt teammate. Ik ga even hierheen. Enemy UAV, natuurlijk. Daar zag ik iemand. Oh. Je hebt echt veel recoil vergeleken met een ACR waar geen... holographic sight op zit. Maar ja, dat maakt het natuurlijk ook een stukje moeilijker om de challenge te halen. We spelen niet voor niks met een random class. Even hier een port operator. Ah, host migration. Nou, hopelijk is de connectie iets beter geworden. Ik weet het niet. Oké. Achter me. We hebben de leiding. Oké. Oh. Zit daar gewoon iemand hoor. What the fuck? Waarom ga je niet lopen? Vraag ik me dan af. Oh. Oh, dat ik hem ook nog heb. What the fuck? Die enemy is echt slecht. Die ligt daar ook gewoon, hè. Met een silenced LMG. Ik snap dat niet. Dat is dan niet leuk. Oh. En daar was hij weer. Of is het een andere? Nee, dit is dezelfde. Dat is echt zo vervelend, man. Want je kunt ze bijna niet zien. Ze zitten stil. Dus je hoort ze niet. Als je geen UAV of portal radar hebt waar ze in zitten. Zie je ze niet. En dan moet je maar gewoon geluk hebben dat je ze in, ja, zeg maar, in werkelijkheid, of ja, gewoon op het spel, op je scherm ziet, zeg maar. Niet dat je ze op een radar ziet of dat je ze even hoort, nee, dat... Waar is hij? Oh, yes, ik heb hem. Oké. Eén. Dat is 2. En mijn kogels alweer bijna op. Nice, die heb ik nog. Maar ja, nu heb ik al geen kogels meer bijna. Is de UAV 0 alweer afgelopen? Zo. Ja, dankjewel. Oh, lag. Nee, dan ga ik dood door de lag. Wat een bullshit. Dat is zo kut. Ah, ik heb ook nog maar 2 teammates. Wat slaat dit op? We hadden een host migration gehad... En dan wordt de connectie alleen maar kutter. Kijk dit, what the fuck. Echt zulke lag spikes er tussendoor. Kijk, nu is het weer gewoon normaal. Maar dan zit je lekker op een streakje en dan gaat het opeens
heel erg hard laggen, waardoor je doodgaat. Ja, weer zo'n lag spike. Assassin. Zit hij daar? Serieus? Dankjewel, quick draw. We kunnen het in principe dit potje nog halen, maar dan moeten de teammates niet veel kills maken. Dan moet het deze streak zijn, dus ik moet nu niet meer doodgaan. Oké, ik ga even die andere kant weer op. Oh, nee, chips! Dat is het nadeel aan geen UAV hebben. Je weet niet echt goed waar ze vandaan gaan komen. En dan ren je. Ja, dan ben je natuurlijk altijd in het nadeel als iemand lopend aankomt. Ja, in theorie zou ik het nog steeds wel kunnen halen, maar dat gaat in de praktijk natuurlijk nooit lukken. Omdat de teammates ook gewoon kills oppakken en daardoor gaat de tijd zomaar voorbij. Of ja, niet echt de tijd, maar halen we zomaar het scorelimiet. Die stomme lag, jongen, wat is dat? Hè? Kom maar. Hij blijft toch gewoon lekker. Oh, nee, daar komt hij. Vind je lekker? Oh, RPG. Ah, teammate! Gaat hij me weer blokkeren? Komen ze hier of? Ja. Oh. Oh, ik heb ze ook nog alle twee. Nou, gaan we even met die Scarel. Ik haal het dan niet meer. Springen. Oké, ze zitten onder de brug. Of hij heeft zichzelf gearpied. Oh. Nee, waarom ging hij niet dood? Nou, zit hij in een hoekje te campen? Dat is dan niet normaal. Ja, het lijkt echt. Ik heb ook maar 3 bar. Doei. Nee, hij heeft me in 1 kogel dood zowat. Tenminste, zo leek het. Echt boem, dood. ...31-7, dus ik ga helemaal niet slecht. Maar ja, weer geen Moab. Een hitmarkertje. Is ook dood. Volgens mij raakte ik die, en niet die andere. Het zal wel. What the fuck. Nou, het was weer geen slecht potje, maar weer geen Moab helaas. Ga ik nog 1 potje doen. Ik hoop dat ik hem dan haal, want op zich zijn deze mensen ook niet heel erg goed. Maar ja, het lijkt een beetje, dus ik hoop wel dat het volgende potje een betere host hebben. Ah, Terminal vind ik op zich wel een leuke map. Dus als we geluk hebben en we hebben een goede connectie, dan kan ik zeker wel kans maken om die Moab te droppen. Ah, er joinen ook weer 2 lekkere splitscreen newbies, 4 in totaal. Dus dat zit ook mee. Ik zie jullie zo als het potje begint. Team Deathmatch op Terminal is het inderdaad geworden, zoals jullie kunnen zien. Ik weet dat Fish deze map echt totaal niet leuk vindt. Zelf vind ik het eigenlijk best wel een leuke map. Alleen, ja, soms is dat vervelend dat je bijvoorbeeld Ground War of Domination speelt. En dat ze dan weer met z'n allen gaan proberen te spawn trappen. Of je hebt random teammates die een Domination Aak gaan cappen. Dat is wel een nadeel op deze map. Want ja, dan is het gelijk onspeelbaar. Mijn Team Deathmatch is gewoon echt een prima map, vind ik altijd. Meestal gaan ze hier komen, maar ik zie tot nu toe nog niemand. Oh, daar staat er een, maar die staat de verkeerde kant op te kijken. Ik weet niet wat deze vijanden aan het doen zijn, maar... Oh, daar staat er nog een. Yes, die heb ik ook net op tijd kunnen killen. Er loopt toch een enemy? Ja, die loopt gewoon langs die teammate. Deze, what the fuck? Level 39 noob. Staan er nog meer stil in de spawn? Even kijken.
Nee, volgens mij, dit was iedereen. Lol, die liep gewoon echt letterlijk langs mijn team, maatje. Ga dood. Ja, nice. Ik bleef maar schieten totdat hij tevoorschijn kwam, want anders had hij mij misschien gekild. Ik had al een beetje damage van die Bouncing Betty die meneer daar neer had gelegd. Oude camper. Het gaat tot nu toe ook niet echt heel erg snel. We staan wel 6-0 voor. 7-0 inmiddels. Maar het is geen fast-paced potje. En dat heeft denk ik ermee te maken dat de vijand... Oh! Van achter? Huh? Nee, ik had daar gekeken. Er was niemand toen ik daar keek. Daar heb ik zo'n hekel aan. Want ja, als je dan geen UAV hebt... Dan kun je er eigenlijk ook niks aan doen dat je dan in die situatie gekild wordt. Zo. Oké. Nou ja, we hebben nog genoeg tijd en scorelimiet over om hem al op te halen. Dus ik ga gewoon maar weer mijn best doen om een streak op te bouwen. Is hij dood, teammate? Ja, hè? Kom tevoorschijn. Nice. Oké, van achter. Nee. Ah, get knifed. Ik ben niet echt zo'n Magnum Pro. Daar moet ik nog wat mee oefenen. Maar ja, dat maakt niet uit. Oh, stonden we met z'n allen. Er was nog een vierde, maar die liep weg. Dus die heb ik niet kunnen killen. Die zit nu waarschijnlijk ergens in het vliegtuig. Kom dan. Gaat hier rookgordijn neergooien. Wat heeft dat voor zin? Nou, het zal wel. Zit ze nou nog in het vliegtuig of is die dood? Granaat weg, weet je. Ik zou even mijn portable radar neergooien. Dat is wel handig. Ik heb hem toch, dus ja, waarom dan niet gebruiken? Kom maar. Oh, teammate heeft hem al. Best. Hier zou er één moeten zitten. Oh, die komt natuurlijk weer net tevoorschijn. Wanneer ik er niet op richt. Oké, hier links. Ik wil die scavenger. Yes. Dat is wel het nadeel van deze class. Je begint niet met Scavenger Pro. Dus je hebt elke keer Scavenger Packs nodig om weer te kunnen schieten. Want anders raak je uit kogels. Uit kogels? Hoe zeg je dat? Anders raak je zonder ammo ofzo. Weet ik veel hoe je het wilt zeggen. Je begrijpt het wel. Gewoon dat je geen kogels meer hebt. Maar nu kan ik geen vijanden meer vinden. Dus dat is een beetje vervelend. Waar zitten jullie, vijand? Daar is er één. Daar ging er één, maar die kan ik nu niet meer zien. Hey, dat was eerder dezelfde die ik net had gekild volgens mij. Ze spawnen dus daar, denk ik. Maar ze komen ook door dat middelste gebouwtje. Dus ik zit eigenlijk gewoon op de perfecte spot. Hier kunnen ze mij eigenlijk bijna niet killen. Het is heel lastig. Ja, een sniper die zal het nog wel lukken. Maar met een normaal wapen is het eigenlijk... Nee! Van achteren? Hoe dan? Ik dacht dat hier een teammate zat. Nou ja, echt. Ik heb echt waardeloze teammates hoor. Oh... Waar is hij? Oh, daar ging er een. Hey, Dead Man's Hand, jongen. Lekker bezig. Lig je nou echt achter in het vliegtuig? Serieus? Zie je wel. Wow, ze zitten allemaal in dat hoekje. Er waren meer, toch? Oh, daar. Oh, had ook Deadman's Hand. Wat lig jij daar? Oh, final kill cam. Net op tijd, anders was ik nog een keer dood geweest. 23-2 met 2 assisten. Helaas de Moab niet gehaald. Maar ik had wel een 22 gunstreak het eerste padje. Hey, ik had een teammate die stond 17-0. Ik weet niet of het een hacker was of dat hij dat legit heeft gedaan. Het maakt me eigenlijk ook niet uit. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. Vergeet dat blauwe duimpje omhoog voor Fish niet. Ken je mij nog niet? Link naar mijn kanaal staat in de beschrijving. Dus als je deze video nou leuk vond en je hebt zin om meer van mijn video's te kijken. Klik dan even op die link. Dan kom je uit op mijn kanaal en kun je gelijk even abonneren. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Later mensen.